ben Dieter Telemans. Ik werk bij de dienst Europa en Internationaal binnen het KMO-beleid. Als projectleider rond de projecten rond het verbeteren van de cyberveiligheid van KMO's en zelfstandigen in België. In eerste instantie is er een cyberscan. Het is een online vragenlijst van een 20-tal vragen waarmee KMO's eigenlijk een beeld krijgen van de staat van hun cyberveiligheid. Daarbij aansluitend hebben we ook een campagnewebsite en een communicatiecampagne gelanceerd. En waar opnieuw KMO's ook nog verdere informatie kunnen terugvinden. Het kan gaan over uitleg over phishing, over het belang van een goed wachtwoord hebben. Maar ook over projecten waar ze terecht kunnen om hun cyberveiligheid te verbeteren. En tenslotte hebben we ook nog projectoproepen gelanceerd. En dus om KMO's praktische tools aan te bieden, gaande van opleidingen, het aanbieden van software, het uitvoeren van audits. En die projecten zullen in de loop van dit jaar eigenlijk van start gaan.